Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Biomovie. En vandaag ga ik een verhaal met jullie delen wat een paar weken geleden is gebeurd. En het is een bizar, spectaculair verhaal. Sommigen van jullie zullen nu vast op de achtergrond direct de dozen zien staan. Want daar stonden eerder kasten, mijn Pokémon poster, alles erop en eraan. Maar mijn kast is door mijn raam gevlogen. Ja, ik denk dat dat een hele rare opening is. Maar waarom is mijn kast door mijn raam gevlogen? Nou, jullie hebben vast wel over de jaren in de linkerhoek mijn kast te zien staan. En dat is altijd een puntje van irritatie geweest voor mij. Want één gouden regel uit het theater is wel dat je nooit met je rug naar het publiek mag staan, zoals ik nu doe, want dit is gewoon heel erg irritant. Dus waarom zouden de kasten dat wel mogen doen? Ik begreep het niet, dus ik dacht bij mezelf, fuck it, ik ga mijn kasten draaien naar de camera toe. Uiteindelijk is dat nog wel gelukt, want ik had mijn kasten gedraaid en ze stonden midden in de kamer toen het fout ging. Eén kast stond namelijk midden in mijn kamer en de andere kast stond nog in de hoek. En die kast in de hoek, daar zat alles in. Al mijn harde schijven van 9 jaar Banjo-movies. Mijn administratie. De hele aantekeningen van Duisternis Smoesjes. De aantekeningen van de film die ik heb gemaakt. Alles, alles, alles wat je kan bedenken zat in die kast. En uitgerekend die kast had zoiets van, jongens, ik kap ermee. Later! Want de plank boven in de kast, die begaf het. Waardoor de plank daaronder knapte. Waardoor de plank daaronder knapte. Waardoor de plank daaronder knapte. Al mijn papier vloog hier door de kamer. Ik schrok me kapot. En ik stootte per ongeluk tegen de tweede kast aan die in mijn kamer stond. En ja, dat brengt me eigenlijk bij goed en slecht nieuws. Want het goede nieuws is wel dat de plankjes van die kast niet instorten. Maar de planken aan de zijkant van de kast, die verschoven, waardoor die kast dus langzamerhand naar het raam ging. Totdat die kast uiteindelijk brak. Ja, mijn kast is gebroken. In het midden van de kast brak hij in tweeën en knalde die door het raam. Dat is niet normaal. Op deze video zie je mijn kast liggen door het raam en je ziet duidelijk dat de kast gebroken is. Ja, ik weet het. Ik kan hier eigenlijk niks zinvols over zeggen. Het is gewoon klusjesman Bardo. Die mag nooit meer gaan klussen. Nee. Oh shit, mijn computerscherm. Hij doet het nog. Hij staat gewoon aan. En ik kijk mijn eigen YouTube filmpje. Wat schaamteloos. Kijk dan, ik vind ook gewoon mijn kapotte telefoons terug. En kijk hoeveel het er zijn. Ja, nog meer. Echt een stuk of 20 kapotte telefoons. Oké, de kast is weg. Laten we kijken hoe het er nu uitziet. Mijn hele raam is eruit gevallen. Holy shit. Overal ligt gewoon glas, waar je ook maar kijkt. Er ligt zelfs beneden glas, maar dat krijg ik niet echt goed in beeld. Ik ben heel erg bang voor de nacht. Het is een beetje Minecraft in het echte leven dit. Want als die zon daar zo meteen onder is, dan betekent dat dat ik het hier stervenskoud ga krijgen. Ik heb dit aan, een kort broekje. Een normaal ding, ik heb mijn zweepbandje niet eens om. Ik sta er echt bij als een vakantieganger in mijn eigen stad. En om dan nog maar te zwijgen over het feit dat het in de nacht ook heel erg koud is. En dat je zonder raam een hele koude slaapkamer gaat krijgen. Ik heb echt geen zin om te slapen straks. Ja, uiteindelijk heb ik best wel veel geluk gehad, want Daniel kwam langs. En Daniel was in staat om een reserveraam te plakken op mijn raam. Dus ik besloot Daniel ook maar even te helpen met het vervoeren van het raam naar zijn bus. Waar hij dus vervolgens het raam meenam om te plakken op mijn raam. Ja, zo simpel is het leven. Ja, super chill. Dat betekent dus gewoon dat ik vanavond dus wel warm kan slapen. Met dank aan Daniel. Wat ik wel leuk vond was toen ik dit vertelde op Twitter, dat heel veel mensen al reageerden met bijvoorbeeld dit. Nee, er is niet bij mijn huis ingebroken. Ik wou dat ik dat kon zeggen, maar dat is niet zo. Nee, ik ben stupide genoeg om een kast door mijn eigen raam te krijgen. Het is mij gelukt. Alleen Bardo Ellis krijgt het voor elkaar om een kast door zijn raam te krijgen. Ja. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Of ik hier nu mee vereerd ben of een beetje beledigd. Ik weet het oprecht niet. Ja, en ik hoop dat jullie dus gaan genieten van deze prachtige nieuwe achtergrond op Banjo Movies. Omdat ik simpelweg stupide ben. Doei! Yo, what up gasten, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Ik loop nu naar buiten speciaal één keer voor dit eindscherm. Om jullie te laten zien dat, tada, het raam is gerepareerd. Ja, en ik heb mijn kamer opnieuw ingericht inmiddels. Is dit niet prachtig? Eind goed, al goed. Jongen. Nou, vond je deze video leuk? Geef dan vooral een duimpje omhoog, zodat ik weet dat ik vaker dit soort video's moet maken. Abonneer vooral hier beneden, want aankomende woensdag komt er een super speciale video online waarin ik een geheim ga verklappen wat heel veel duidelijk maakt over Banjo Movies. Aankomende woensdag op Banjo Movies. Wil je die zien? Abonneer hier beneden. En nogmaals, bedankt voor het duimpje omhoog en het delen van deze video. Tot volgende week. Latertje.